Diploom, welkom in Natvari 776. Jij hebt vandaag heel goed gedaan en ook de afgelopen dagen. Qua Nederlandse en Belgische deelnemers het best gereden. Wat is jouw reactie erop? Het is eigenlijk een eerste grote wedstrijd voor een aantal paarden die ik mee heb. Bjartsar heb ik dit jaar niet direct gestart. En ik wilde hem gewoon weer meenemen om eigenlijk toch weer al richting de WK volgend jaar te werken. En Aldis en Spau, ja, die hebben nu debuut zeg maar, in de soloproef. Allebei in de Spau in de T1V en Aldis in de T2. Ja, wij zagen vooral Bjartsar en Spau vielen op, bij mij tenminste. De Spau toch zeker, een heel jong paard, kan je daar iets meer over zeggen? Spau is vorig jaar bij mij in training gekomen en het is heel rap gegaan. Het paard ontwikkelt zich enorm goed en ze is heel fit en ik verwacht er eigenlijk in de toekomst heel veel van. Ja, echt een paar met veel toekomstmuziek. Het is niet jouw eerste dim, denk ik, maar wat vind je van deze dim? Nee, het is inderdaad niet mijn eerste dim. Ik vind het een waanzinnig mooi terrein. Zoals je ziet, echt het groeiende landschap en de baan ligt er gewoon heel mooi bij. Dus het is ook gewoon een mooie optiek en organisatie is goed en het is gewoon heel fijn om hier te zijn. Heel fijn weer. Jij rijdt graag in Duitsland ook? Of, Altijd, ja. Ik rijd altijd heel graag in Duitsland, ja. Oké, we wensen je nog heel veel succes toe. Waarschijnlijk een Nederlands kampioenschap de volgende keer. Ja, zeker. Dat zijn we van de partij. Dan zien we elkaar daar. Dankjewel, Joni. Doei. Okay.